se seas con ellas cara. Maar hoe laat? Oh, maar wat voor beesten zijn dat in die kooi? Konijn. Boskonijn. Een boskonijn. Het lijkt op gemuteerde ratten. Bro. Ja, ben je echt serieus? Dan viel je laat mijn tas vallen, jongen. Ja, het was al een hele poos bekend dat wij dus vandaag in de studio zouden krijgen. Vonneke Bonneke. Yes, en, yes. Het is best wel hoort. Ik verdien trofee. Ik kan hem zoeken naar de grond. Word ik dan jouw bee? Goedemorgen jongens, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag, het is moederdag. En vandaag gaat heel de familie komen bij oma. En mijn tante is moxa lazy aan het maken. En aangezien ik geen Surinaamse gerechten kan koken en ik het altijd moet opzoeken op YouTube, ga ik even kijken hoe ze het maakt. En dan kan ik voor Davio moxa lazy maken. Oké, wat gaan we nou filmen? Lekker hoor, moxa lazy. Ja, moxa lazy, hè? Fijne moederdag, hè? Ja, ik ben geen moeder, helaas. Hey, hey, jongens. Hey. We zijn hier met mijn tante. Ze gaat de lekkerste moxa lazy maken. Ze heeft hier ui met knoflook gesneden. Zo, lekker hoor. Wat is dit, kip? Hoe heeft u die gemaakt? Wat zei je? Hoe heeft u die gemaakt? Nee, die koop je gewoon mee, dat heb ik al voor. Bij de slager. Die hebben jullie ook in Nederland. Daar zit ook zo'n vlees bij. Jullie. Hi. Ik denk dat dat gaat stomen. Opa, ik had een video met u gezet. En toen zei de mensen, u heeft echt de schattigste opa ooit. Oma heeft een nieuw huis gemaakt. Precies hiernaast. Maar hier vroeger kwamen we altijd. Ja, deze hond gaat me echt happen. Dag oma. Dag van de bergwakker. Ja, heeft u lekker geslapen? Nee, ja. Zo laat heen. Ja, we stonden voor de dichte deur, hè? Oh. Toen hadden we had Gino opa gebeld. Oh, dat viel die heeft honger. Heeft hij misschien iets te eten voor hem? Misschien een brood of zo. Er is brood, er is. En gelukkig hebben we nog natuurlijk heb Kerry. Ja, Kerry eet er nog. Ja. Zo, ik heb echt loose beren gekregen van die peper, man. Ik zit echt heel de dag op de wc. Oh jee. En dan heb je een buffet. Maar dan heb ik een beetje peper voor die kozen, maar dat is niet erg. Ja, waar is boer? Huh? Hij slaat nog. Nee, hij is wakker. Hij is wakker. Oplichtingsappel. Ja, ik ga hem zeggen dat hij moet komen. Laat jullie komen. Maar hoe ver blijft oma regelt het hoor. Die echte, echte. Gaat er helpen? Ik denk ook als mijn laptop. Zie je zij? Ik moet echt goed gaan opletten hoe iedereen aan het koken is. Kan dit voor je maken. Het lijkt echt niet op konijn. Het lijkt echt op gemuteerde ratten, man. Ja, man. Oma, wat voor beesten zijn dat in die kooi? Het lijkt echt geen konijn, hoor. Ga je dit dragen? Nee, het is te warm. Ik ga gewoon lekker zo. Ga je zo? Ja. Of wil je een korte broek? Een korte, zwarte. Oma, wat voor beesten zijn dat in die kooi? Konijn. Boskonijn. Een boskonijn? Het lijkt op gemuteerde ratten. Nee, man. Oh, dit zijn geen konijnen hoor. Dit zijn gemuteerde ratten. Okay. Je wel lumpia's aan het eten. Ik heb wel lekker. Wie heeft die lumpia's gemaakt? Ik heb niemand die daar zitten houden. Ai, oom Gino, bent u in de buurt? Bent u in de gelegenheid van Vonneke en
dat video naar de forum te brengen. Nee. Ik heb vier. We gaan bij Davio's en neefjes. Ze gaan bij Davio's en neefjes. Dat is als je in de gelegenheid bent hoor. Ja, anders pak ik een taxi of zo. Goed, wanneer ze moeten gaan, daar ga ik u weer bellen. Niet. No. Jawel, dat kan wel. Zie je, maar dat vraag ik je. Ja, maar hij hoeft niet te haasten of zo, dat is het. Oh, als u kan, dan kunt u nu komen dan. Ja, nee, Dobby. Oké, is goed. Kan ik komen of niet? Ja, kom nu. Moet je geen loepje, die loepje die mama altijd zo lekker maakt. Ik zeg eerlijk, mijn buik hier is al sowieso 5 kilo. Nou, man. Oh ja, je hebt ze net al gegeten, man. Moni, als we later terugkomen is alles al. Ja. Ik ga het in je bakken zeggen, man. Vandaag schijnt de zon lekker, geen regen vandaag. Dus daarom hebben we even besloten om toch maar uit huis te gaan. Mijn nichtjes en neefjes zijn vandaag gewoon heel dag thuis met z'n allen. Maar ja, we willen natuurlijk niet heel dag thuis zijn, als dit misschien wel de enige dag is dat de zon schijnt. Dus gaan we nu weer naar Davio's neefjes toe. Even lekker in de tuin zitten. Ik heb wel zin om even in die hangmat te liggen. Do you know the driver? Ah, nee. En morgen kunnen we de auto van mijn vader ophalen. En dan kunnen we lekker in die auto zelf rijden. En dan hoeven we niet heel de tijd afhankelijk te zijn van andere mensen. Ja, Gino's was helemaal zat. En jongens, wat vinden jullie van deze zonnebril? Want voor Sunglaze ga ik dus binnenkort een zonnebrillenlijn openen. Volgende maand online. Dus ik kan jullie vast een sneak peek geven. En deze is echt heel mooi. We zijn nu in de auto onderweg, zoeken even een plekje om te eten. En je had een goede plek gezien, zei je toch? Ja, ik had op Facebook toevallig wat voorbij zien komen. Waar? Dus dat is aan de waterkant. En dat bedacht ik me net, dus ik dacht van ja, laten we gelijk langs rijden. En dan kunnen we dat bekijken, want dat restaurant is net geopend. En kijk, daar loopt iemand op een paard. Nog spannend, ik ga zo met die camera lopen, ja? Hut. Nou, we wouden dus gaan eten, maar letterlijk elk restaurant heeft een moederdag special vandaag. Dus daar is helemaal vol geboekt ofzo. Ja, terwijl al die stoelen gewoon leeg waren, maar ja. Volgens mij was het gewoon afgehuurd ofzo. Ja, dus we gaan nu gewoon ergens iets afhalen, iets snels. Je hebt een cafeetje. Links of rechts? Ja, je moet sowieso naar links. Ja, maar alle twee zijn zo'n lange rij. Oh ja, die komen langs die restaurantjes hoor. Ja. Bading. Bing, 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 bing. Moederdag special, dat kan je mij toch dat ook verkopen. Dus ik ben niet beter. Ik kom toch ook uit de moeder. Hé, hey, doe maar, ik kom toch ook uit de moeder. Ik kom toch ook uit de moeder. Dan kan je maar toch ook die moederdag. Moederdag special, maar geen koude eten op tafel. Dat die man ook zegt, ik heb genoeg verkocht. Yeah. Echt niemand vroeg dat ook. Nou, we hebben een plekje gevonden hoor. We zijn nu bij Mighty Rex. En ik heb een Cosmopolitan besteld. Wauw. Heb je dat ooit gedacht? Yes. Ja. Wauw. Suitima. Bro. Ja, ben je echt serieus? Dan viel je, laat mijn tas vallen, jongen. Echt man, echt apengedrag jij. Ik ken deze tune niet, bro. Deze tune is way back. Ik was nog niet eens geboren. Of wel, ik weet het niet. Hele antwoord. Ik kan dit niet verhalen. Ik zal eten gaan bij Naskip. Wel goeie man.
Ja, maar was die mais ook weer daar? Hé, die reclame van Naskip was toch Naskip, Daskip? Naskip, ja. Ah, Milan. Hoe vond je het goed zijn? Ik heb een kindermenu genomen. Nu kunnen we praten. Hij heeft eentje gezet, man. Eén mais. Nou, hoe ga je doen als je naar Brazilië gaat, man? En ik was laat daar, hoor. Is gangster. Was het leuk? Mooi, hè? Gangster. 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 Is lekker en gangster. Iedereen daar is kapot. Het is alweer de volgende dag. Ik had gisteren niet meer gefilmd. Mijn batterij was ook leeg. Maar we hebben net onze koffers gepakt. We zitten in de auto bij mijn nicht. En we gaan nu naar de radio. En dan daarna gaan we die auto ophalen. Kunnen we gewoon zelf rijden. Zo zijn we niet meer afhankelijk. En we gaan inchecken bij onze nieuwe resort. Jullie hebben er zin in. Ja man. Ja man. Mi Blancaro. Was goed dat je dat gaat oefenen, dat je niet had geoefend, je bent er. Maar kan je wel rijden dan dus? Hm? Voor nog. Nou, Quattrofishen is ook hier geweest, Jermaine Niffer. Het zijn wel veel mensen gekomen. Kijk hier, Jermaine Niffer, Quattrofishen. Ja, Quattrofishen sowieso. Nou, iedereen kan meekijken via Facebook Live. Mee roddelen. Appie de hot one. Tip top. Eigenlijk moet je ook even je naam schrijven, hè? En voor mij, op de muur. En je moet toch een grote witte poster plakken en onze naam. Ja, het was al een heleboel bekend dat wij dus vandaag in de studio zouden krijgen. Vonneke Bonneke. Yes, en, yes. Iemand vertelde me van, als je dat doet, maak het alsjeblieft niet van tevoren bekend. Anders heb je een druk tevoren van je welste. Vonneke, goedemiddag. Goedemiddag. Alles lekker? Ja, gaat lekker met jou? Mooi zo, gaat gesmeerd. Nou, we zijn blij dat je er bent. Je bent niet alleen. Je bent hier met je manager. Ja, en vriend. / vriend. Alles in één pakket. Alles in één pakket. Het is natuurlijk ook veel goedkoper, hè, dat hij een manager is. Ja, precies. Kan ik in natura betalen, ja. Toch? Ja, toch. Kijk eens aan. En als je je werk niet goed doet, dan slaap je op de bank. Ja. Precies. Ja. Eigenlijk zeggen mensen van je moet privé en zakelijk gescheiden houden. Maar ja, wij gooien het gewoon in de remix. Ja. Oké, en het pakt wel goed uit. Ja, zeker. Ik heb bij veel managementbureaus gezeten, grote in Nederland. Ja. En ik merkte wel dat hoe Davio mijn management doet, dat het gewoon wel echt beter gaat. Oké, laten we het even hebben, heel kort, over jou als persoon, Vonneke Bonneke. Ik denk niet dat jouw echte naam is. Nee, ja, veel mensen denken dat Bonneke mijn achternaam is. Ja, dat dacht ik ook. Oké, nou vertel iets over jezelf. Nou, ik ben begonnen met video's maken toen ik 16, 17 was. En toen is het eigenlijk uitgepakt tot vloggen. Video's maken op Instagram. Ik vlog ook. Ik werk sinds kort bij de radio. En ik maak muziek. En ik verkoop ook lipgloss en lashes. Oké, dus het is een total package. Ja, zeker. Ja, dus waarover je vlogt, dat verkoop je dus ook. Ja. Dat laat je allemaal zien. En het is makkelijker om... Dus zeg maar wat je te verkopen op jezelf te plaatsen, zodat mensen kunnen zien van, hey, goed product, ja. Kijk wat het kan, kijk hoe lang het blijft hangen. Ja, ik ben ook echt mijn eigen platform, zeg maar, voor mijn producten. Oké. Hoe ben je in de wereld beland van het vloggen en het muziek maken? Is er een tussenweg geweest? Is er iemand geweest die je de toegang heeft gegeven? Of is het helemaal vanuit jezelf? Ja, het is echt helemaal aan mezelf. Dat is gewoon echt voor de lol. Mm-hmm. Ik krijg ook vaak de vraag van mensen, hoe word je bekend? Ik wil ook bekend worden. Hm. Maar het moet gewoon vanzelfsprekend zijn. Maar als je echt bekend wil worden, dan moet er iets zijn wat je heel leuk vindt om te doen. Want alleen bekend worden, ja, dat is heel moeilijk. Ja, heel moeilijk, ja. 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 Alright. Nou, laten we het gaan hebben even over het vloggen. Vele mensen hebben... de mogelijkheid nu om te vloggen vanwege de platformen die er zijn, YouTube, Facebook, noem maar op. Het vloggen eigenlijk, als je zou beginnen met vloggen, hoe begin je je dag?
Ik denk wel dat je een interessant leven moet hebben, want als je een huisvrouw bent, bijvoorbeeld die de hele dag op de bank zit, ja, waarom ga je vloggen? Nee, dat valt wel mee hoor. Kijk, het is van, als je zelf bent een huisvrouw, je kan natuurlijk ook filmen hoe je schoonmaakt, welke schoonmaakproducten je gebruikt. Er is nu voor iedereen wel een markt. En vroeger was dat niet zo. Vroeger was het echt een taboe om jezelf op internet te zetten. En dan had je echt ballen om jezelf je hele leven op internet te plaatsen. Maar nu, iedereen vlogt, iedereen maakt TikToks, dus nu is het niet meer zo raar. Ja. Ja, ik denk dat iedereen wel een markt heeft waar die zich in kan vinden. Dus als je een huisvrouw bent, kan je dat filmen. Ik vind het ook wel grappig dat je zegt huisvrouw, want wij volgen zelf ook een aantal huisvrouwen in Nederland. Ja. Die zijn ook de hele dag thuis. En wij volgen hun puur op hoe hun schoonmaken, wat hun doen in huis. En hun verkopen hun schoonmaakdoekjes. En iedereen koopt die schoonmaakdoekjes. Omdat hun gewoon checken hoe je het beste huis kan schoonmaken. Dus zelfs als en je huisvrouw... ziet eigenlijk direct het resultaat. Ja, precies. Ja, ja. Dus zelfs als huisvrouw kan je het goed doen als influencer. Oké, als je begint met vloggen, is er een voorbereiding? Of ben je iemand van, nou, ik ben Vonneke, what you see is what you get. Ik sta morgens op, ik maak die camera aan, ongewassen, niet hebben gepoetst, ik doe anything. Ja, ik ben wel zo, ik film alles, poep in mijn oog, baba bij mijn mond. Maar er zijn ook heel veel beauty vloggers, die gaan natuurlijk eerst opmaken. En die zijn echt lifestyle, zeg maar. Dus er zijn verschillende soorten vloggers. Maar ik ben wel iemand, ik film gewoon... Anything. Ja. Ook wanneer hij slaapt. Ja, ja, we hebben ook vaak discussie dat hij zegt van... Hé, je mag me niet zo filmen, je moet dit weghalen. Oké, nice. Ik zie hem niet lachen hoor. Ja, hij lacht niet. Hij is niet iemand die makkelijk lacht, heb ik ook gemerkt. Ja, ja, ja. En doe jij het omgekeerde met haar? Pak je soms de camera en film je haar? Ik zag volgens mij gisteren een video. Een vlog waarbij je zei van... je weet van what you see... And what you get. En als er een video waar zij was opgemaakt en daarna zag je haar in de voorzaal met een hoodie op. Helemaal, misschien pas wakker. Nou, we zijn net klaar bij de radio. Ik heb echt al, sinds ik hier ben, zin heb in die chicken wrap van de McDonald's hier. Dus die ga ik nu halen. Die is sowieso beter dan die vieze wrap van Nederland. Hollandia. Huh? Ja, Hollandia. Een bakker. Ja, toch. Dat is lekker hoor. Goeie gang. Dat is een goede pakken. Dan moet je nu uitstappen. Ja. En dan rij je weg. Ja toch, als je eruit gaat, dan moet je naar daar lopen. Nou, kom met die. Die Mackey ijs is wel lekker. Oh, kijk die McFlurry Oreo. Wow. Ja, de Allegri. Nou jongens, we zijn bij ons nieuwe verblijf. We vonden het een beetje zonde dat we dure plekken huren, terwijl we er eigenlijk heel de dag niet zijn, omdat we heel de dag over straat zijn. Dus hebben we gewoon iets goedkoops gehuurd en gaan we gewoon lekker op stap. Nou, ik zie jullie weer bij de volgende video, morgen dus. Want ik heb gisteren, omdat we gisteren niet heel veel hebben gedaan, heb ik gisteren niet heel veel gevlogd, dus heb ik voor vandaag nog een klein beetje meegepakt. Dus als je verder wil kijken, check dan sowieso morgen de nieuwe vlog. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Later!